Toptennissers uit het hele land lopen warm voor de Eredivisie gemengd. Ook tennisvereniging Rapiditas uit Nijmegen doet mee. Zij hosten de wedstrijd van afgelopen zondag. Ja, dat is fantastisch. Dat je en jeugd, de beste jeugd uit de provincie, de beste profs van Nederland, internationale toppers, subtoppers, gratis, bij jou in de buurt hier in de regio is fantastisch. En verder in het nieuws vandaag, voor het eerst een fantasyfestival in de Stevenskerk en Music Meeting kijkt terug op een zonnige 37e editie. De Eredivisie in de tennissport is momenteel weer in volle gang. Op 6 wedstrijddagen worden er gemengde wedstrijden gespeeld. Eerst 2 dames en heren singles en vervolgens een dames en een heren dubbel, zoals dit wordt genoemd. Ook tennisvereniging Rapiditas doet daar aan mee. Afgelopen zondag vond de 4e speeldag plaats en dit was tevens een thuiswedstrijd voor de Nijmeegse vereniging. We zijn bij onze thuisclub. We spelen 4e dag vandaag van de competitie. 2e thuiswedstrijd. We hebben een goede start gemaakt. En we hopen dat vandaag een mooi vervolg te geven. Nou, deze dag maakt bijzonder dat wij deze Eredivisie zien als een evenement. Iets waarmee we professioneel toptennis naar de jeugd eigenlijk in de regio brengen. We hebben vandaag provinciale jeugdkampioenschappen. Dus de beste uit de provincie spelen hier toernooi. En we kunnen dat heel mooi koppelen aan deze thuiswedstrijd. Zelf denkt Wouter dat er veel talent aanwezig is tijdens dit tennistoernooi. Hij ziet een mooie toekomst voor hen. We hebben een aantal fantastische kids hier uit de regio die het heel goed doen. Ze zijn heel jong, hè? Laten we zeggen 8, 9, eentje 10 jaar. Uit Nijmegen, uit Malden, hier vlakbij. Zijn hier vandaag met het toernooi voor hun. En zij kunnen na het toernooi hartstikke mooi aansluiten om hier de profs aan het werk te zien. Wouter vindt het zeker een aanrader om te komen kijken naar dit toernooi. Dat tennis een fantastische sport is. En een fantastische kijksport. En zeker het in evenementvorm. Ja, dat is fantastisch. Dat je en jeugd. De beste jeugd uit de provincie, de beste profs van Nederland, internationale toppers, subtoppers, gratis. Bij jou in de buurt hier in de regio is fantastisch. Voorheen trainde Wouter zelf de kinderen, maar daar heeft hij nu geen tijd meer voor. Een aantal heb ik getraind. Nu druk met andere dingen, waaronder het coachen van dit team, het managen van dit team. Maar ook mijn tennis- en padelbedrijf, wat ik met mijn compagnon doe. Dus mijn actieve rol op de baan als bijvoorbeeld trainer van deze mooie club, die heb ik overgegeven aan Martijn van den Broek. En die doet het hier met een aantal fantastische clubtrainers. Dus mijn rol echt op de baan met de kids is nu... ergens wel jammer, maar nu even wat minder. Nou, ik speel al een paar jaar professioneel. Dit is de 3e keer dat ik bij Rapiditas meedoe. Ik tennis al wel langer dan dat, zeker. Ik ben op mijn 12e begonnen, dus nu alweer 17 jaar. ik speel voornamelijk dubbel. Daar sta ik nu rond de 120 van de wereld. En in Nederland volgens mij van de enkel rond de 10, 10, 12 van Nederland. Sam verwacht dat hij een goede kans maakt om dit toernooi te kunnen winnen. Best wel groot. Ja, nee, in ieder geval heel veel zin in. Het gaat een leuke wedstrijd worden. Maar ik heb vooral veel vertrouwen in het team. Ja, het afgelopen Pinksterweekend was natuurlijk volgepland met activiteiten in de regio. Eén evenement dat eruit sprong was het nieuwe fantasyfestival Novio Magica. Dit vond plaats in de Nijmeegse Stevenskerk, maar ook op de Marienburg in de bibliotheek, in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en in Lux waren uiteenlopende activiteiten. Vanwege het mooie weer was het niet alleen binnen, maar ook buiten één groot feest. Toch vond het echte werk binnen plaats, waar onder meer Paul van Loon zijn 40-jarig jubileum in het schrijversvak vierde. Dit doet hij nog steeds met veel plezier. Ik heb opgetreden voor een zaal vol ouders en kinderen en op dit mooie fantasy festival. En ook omdat ik 40 jaar schrijver ben, dus het is een soort jubileum optreden. En daarbij hebben we aan het einde mijn allernieuwste boek gepresenteerd, dus dit... Monsterhaai, het 25e boek van Dolfje Weerwolfje. Dus alles bij elkaar hebben we dat gedaan. Het leuke aan het schrijven is dat alle fantasieën die je in je hoofd opdoet, dat je die op papier kunt zetten. En eigenlijk zijn het gedachten die materialiseren. Eerst is het alleen maar een ding wat niemand kan zien. Een gedachte in je hoofd. En uiteindelijk is magie bestaat. Het is een voorwerp geworden, een ding wat echt is. En dan kunnen heel veel kinderen het lezen. En ik weet dat heel veel kinderen er gelukkig van worden. Dus dan is het een mooi beroep. Lezen is gewoon alles. Als je leest, dan word je alleen maar slimmer. Je gedachten worden rijker. Je maakt kennissen met werelden waar je nooit van gehoord hebt. Het is goed voor je geest. Het is goed voor je fantasie. Het is overal goed voor.
En als je niet leest, dan mis je een hele hoop. Verder gaf Spelslot je de gelegenheid om in de wereld van Dungeons & Dragons te kruipen. Voor beginners en gevorderden was er genoeg te doen. Op het moment hebben we D&D georganiseerd en de bijbehorende dingen zoals stand, terrein, trainen, dingen. En het spelen van D&D natuurlijk, uitleg van D&D. Wat nog meer? Ja, we willen mensen gewoon een kijkje kunnen geven in wat doen we met Dungeons & Dragons. Mensen komen hier binnen, kunnen zich inschrijven om mee te doen bij een van onze live sessies. We hebben sessies van 20 minuten, 40 minuten, echt gebaseerd op beginners. Dus daarin wordt vanaf het begin verteld wat kun je doen. Heel simpel, Dungeons & Dragons kan heel lastig worden, maar we beginnen heel simpel. En op dit moment zitten al onze tafels vol. Hebben we snel nog een extra tafel erbij gekregen omdat meer mensen willen spelen dan wij van tevoren gedacht hebben. Het grote publiek in de Nijmeegse binnenstad werd vooral naar de Stevenskerk gelokt door diverse living statues en steltlopers. In de kerk werd er uit verschillende boeken een hoofdstuk voorgelezen en was er een fantasymarkt. Ook de Ewijkse Lars schreef onlangs zijn eerste boek en was hier aanwezig. Omdat ik een jaar geleden gestopt met mijn opleiding en ik dacht ik wil iets gaan doen met fantasy en dus met schrijven. En ik dacht ik vind het leuk om mensen blij te maken met mijn verhaal. En toen dacht ik ik ga mijn boek schrijven. Mijn boek gaat over Calimir, dat is de hoofdpersoon. Het speelt zich af een beetje in de middeleeuwen. En daar gaat hij als buitenstaander komt hij bij een groep met... Eigenlijk van allerlei soorten mensen waarmee die vervolgens gaat proberen bepaalde mysterieuze te ontrafelen en probeert die ze te helpen in de komende oorlog. Veel actie, een vrij hoog tempo met af en toe wat tussenpauze, maar wel een beetje humor probeert erin te verwerken en zo een beetje een mysterieuze verhaallijn doorheen. En zo meteen in het RS7 Regio Nieuws voor NEC zit het seizoen erop. In Sittard verspeelden de Nijmegenaren hun kans op een 9e plaats in de laatste momenten van de wedstrijd. Zometeen reageert trainer Rogier Meijer op de wedstrijd. De politie heeft zaterdag bij een tankstation langs de A12 in het Utrechtse Woudenberg 3 mannen aangehouden na een vermoedelijke ontvoering van een 22-jarige man. Die zou zijn begonnen in Nijmegen op het Keizer Karelplein waar het slachtoffer een auto in werd gedwongen. De man werd aanvankelijk meegenomen naar Boksmeer. Daar lukt het hem op een of andere manier om alarm te slaan. Wat het motief is van de daders kan de politie nog niet zeggen. Corrie van Ree Oud-Ammerveld is afgelopen vrijdag aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Beuningen. Hiermee vervangt zij Daphne Bergman die al enkele weken afwezig is door ziekte. De 66-jarige van Ree is geen onbekende in het ambt. Recent was zij nog waarnemend burgemeester van de gemeente Druten, totdat Sigurd Sengers haar eind maart opvolgde. Vanaf maandag 5 juni zal van Ree Bergmans taken officieel overnemen. Haar benoeming is in eerste instantie tot en met oktober van dit jaar. De gemeente verwacht dat Bergman te zijner tijd het ambt weer kan uitvoeren. Een groot feest in Herveld. Daar vindt vanavond het startschot plaats van de 50ste avondvierdaagse van SJOC. De hele week wordt dit jubileum uitgebreid gevierd op het Dorpsplein. Zo was er maandag al een optreden van John de Bever. De rest van de week zullen er elke dag optredens plaatsvinden rondom de wandelmars. Vrijdag na de intocht zijn de optredens van onder meer Django Wagner en Lange Frans. En zaterdag is er nog eens een keer een groot pleinfeest waar tickets voor nodig zijn. Die avond komen onder andere Frans Bauer en de Party Animals optreden. Morgenavond zie je in het RN7 Regio Nieuws een verslag van de start van de avondvierdaagse. Het Nijmeegs muziekfestival Music Meeting kijkt terug op een geslaagde editie. De 37e editie van het Wereldmuziekfestival genoot vooral van een zonovergoten Park Brakkestein. Zaterdag op de eerste dag werd het evenement afgetrapt door burgemeester Bruls en de Belgische openingsact Adja. Festival wat al sinds 85 in onze stad is. En dat is eigenlijk best wel bijzonder om te noemen. Als je zo lang kan bestaan, dan moet er iets van goeds in zitten. Dat kan niet anders. Je houdt niet zo lang iets vol als het niet gewoon geweldig is. Toch? Maak er een mooi weekend van. Heel veel plezier.
Wat staat er op de planning? Heeft u al bepaalde artiesten op de lijst voorbij zien komen waarvan u denkt, nou, dat wil ik niet missen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, het laat zich verrassen. Laat ons verrassen. We gaan gewoon even daar kijken, tussendoor een kleine pauze. En er zijn ook heel veel leuke kinderactiviteiten hier. En op die manier laten we ons verrassen wat iets nieuws is, wat we nog niet kennen. Heb je een fluitje gekregen? Heb je die daar gehad? Ja. En dan komen jullie hier elk jaar? Nee, dit is ons eerste jaar. Okay. Voor herhaling vatbaar? Ja, denk het wel. We zijn hier net, maar het voelt goed. Ja, en zo te horen vermaken de kinderen zich ook wel. Nog geen spijt dat jullie dat fluitje hebben gekocht? Nou, we hebben hem gekregen. Dus... Als ik goed was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik goed was. Zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Echt was. More water in my wine. And I would like to admit I am drunk on your compromises. Fuck this shit. I'm sick and tired. Reminiscing about your privilege. A cold case I'm turning into. If I don't hurry, hurry you in bloom, yet soon to be wasted. Ik ben door haar uitgenodigd. Ik ben hier nooit eerder geweest en festivals zijn altijd interessant. Dus, Wat maakt het festival nou zo leuk dan? Ik vind het qua muziek gewoon het leukste festival waar ik ben geweest. Dus, misschien is er, hoe zeg je dat? Je hebt niet 15 verschillende podia tegelijk of zo, maar het is gewoon allemaal leuk. Dus dat maakt het niet uit. Je gaat er gewoon overal heen. Ja. Zeer vrij, zeer lief vind ik het vooral. Ja, dat denk ik. Ja, kan me wel vinden. En het is ook heel relaxed. Ja, zeker. Ja, en dan sport, want het seizoen zit erop voor NEC. Afgelopen zondag speelden ze de laatste wedstrijd uit in Sittard tegen Fortuna. Op het spel stond nog een 9e plek in de Eredivisie, maar dat verspeelde de ploeg van Rogier Meijer in blessuretijd. Lang stond NEC met 0-1 voor, hadden ze veel kansen om de 0-2 te maken, maar uiteindelijk wist Fortuna toch nog de gelijkmaker te maken door een strafschop. Tot overmaat van ramp komt zelfs rival Vitesse nog over NEC heen en eindigt NEC als 12e in de competitie. Toch wel teleurstellend te noemen. Erwin Schipper sprak trainer Rogier Meijer na afloop. Rogier, laatste wedstrijd van het seizoen. Ja, dan eindigt het seizoen toch een beetje mineur, hè? Ja, omdat je heel laat een tegengoal krijgt natuurlijk. En ik denk, als je de wedstrijd hebt gezien en verslag hebt gedaan, dan denk ik dat je deze goal nooit had zien aankomen. En dat we... verzuimen om 2-3-0 te maken natuurlijk en riante mogelijkheden missen daarop. En dan is het extra zuur dat uit een twijfelachtig moment een penalty tegenkrijgen. Dan doet dat wel pijn op het eind. Ja, weet je, als mensen de wedstrijd niet gezien hebben en ik ga dat nu beschrijven, dan denken ze dat ik overdrijf. Maar ik denk dat we 4 kansen hebben gehad binnen de 11 meter alleen met de keeper. Die of de keeper pakt of naast of overgaat. En ja, dan wordt het wel lastig om... om de wedstrijd dood te maken en te beslissen. Hoe kijk je terug op het seizoen? Het is kort na de wedstrijd, maar probeer een paar woorden. De hele tijd heel stabiel geweest, denk ik, als team. De laatste 8 wedstrijden minder stabiel. Zeker in de tegengoals die we hebben weggegeven. Te weinig rendement uit de kansen die we hebben gecreëerd. En dat levert uiteindelijk op dat je te weinig punten hebt. Op naar de zomer. Ja, dat klopt. Op naar de zomer. En that's it. Klopt. Als je nog wat vakantiedagen over hebt, dan doe je er goed aan om die maar even morgen op te nemen. Na een vrij frisse dinsdag wordt het morgen aanzienlijk warmer. De woensdag verloopt zonovergoten en de temperaturen komen zelfs uit op 24, misschien zelfs wel 25 graden. Dat je van moet genieten bewijzen de dagen erna wel. Donderdag komen we namelijk al direct niet hoger dan een graad of 18. Wel blijft het droog en is er volop zonneschijn. Richting volgend weekend kruipt de temperatuur langzamerhand weer omhoog met 20 graden op vrijdag en 23 graden op zaterdag. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online.
Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.